Kessel, Helden, Meijo en Maasbree. Tot 2010 vier gemeenten in het noorden van Limburg. Uit de fusie van dit viertal, die dat jaar plaats zou vinden, ontstond een nieuwe gemeente. Het huidige Peel en Maas, liggend aan de linkeroever van de Maas en grenzend aan natuurgebied de Peel. De gemeentelijke code 1894 werd toegekend. Wie weet de code te kraken? Dit is code 1894. Goedenavond en welkom weer bij Code 1894. We zijn bij de tweede halve finale aanbeland. En de twee teams zitten er ook klaar voor. Het Kerkenbuske en de Tante Betjes. Ik hoop dat jullie thuis een hele mooie pakjesavond hebben gehad. Wij gaan hier strijden. Succes! We gaan beginnen met de eerste vragenronde. Jullie weten al hoe het werkt. Zo is hij ook gespeeld in de voorronde. Er worden 10 vragen gesteld, meer keuzevragen. Na 15 seconden gaat de bel. En dan wil ik graag jullie antwoord zien. Duidelijk. Gaan we meteen beginnen. Vraag 1. Munich is de naam van de heemkundevereniging Helden. Wat betekent Munich? Is dat A, opbergplaats, B, garage of C, kast? Zee. Laat maar zien. 2 keer A. Nou, jullie beginnen allebei heel goed. 2 keer goed. Ja. Goed zo, we gaan door naar vraag 2. Hoe heet het sportpark van Meijel? Is dat A, Stille Wille, B, Den Binger of C, Startebos? Ik hoor het al gefluister. Niet voorzeggen voor het andere team. En weer hetzelfde antwoord. Het lijkt een beetje op vorige week zo. Eens kijken of we door gaan zetten. 2 keer C is allebei goed. Heel goed. Vraag 3. Op welke datum was de grote kerkrazzia tijdens de oorlog in Helden? Was dat A, 8 augustus 1944, B, 8 september 1944 of C, 8 oktober 1944? Of is dat een 2 keer C. Weten jullie dat? Jullie zijn er zeker niet bij geweest. Dat... maar is dat een algemeen bekend feitje? Ja, ik heb het meegemaakt. Ja. Dat zijn vrouwen die werden... Gokje? Ja. Voor jullie dan? Voor ons ook een beetje. Gokje, ja. Nou, allebei heel goed gegokt. Ja, Carla, ik hoop dat het zo spannend gaat worden als vorige week. Toen hadden we twee hele sterke teams tegen elkaar in de eerste halve finale, maar ook deze tweede halve finale hebben weer twee hele goede teams zich voor gekwalificeerd. Bij het eerste team heb ik plaatsgenomen namelijk bij Kerkenbuske. Ja, Paul... We hebben vorige keer al een kort voorstelrondje gedaan, maar nog even, wie zijn jullie en wat doen jullie binnen Kerkenbuske? Nou ja, wij zijn dus team Kerkenbuske en dit is Suzanne Schers, die is van de dagopvang. Dan hebben we Mien Muizenberg, die verzorgt de decoratie bij Kerkenbuske. En John Vermazer is onze beheerder, onze grote baas hier vandaag. Oh ja. En last but not least, jouzelf natuurlijk. Ja, ik ben Paul Aerts en ik doe de drankvoorraad bijvullen bij Kerkenbuske. Ik zit er zelf niet aan hoor. Maar... nou, team Kerkenbuske is een heel gevarieerd team, maar ik denk ook wel een heel sterk team. Succes vandaag. Dankjewel, dankjewel. Ja, we gaan door naar vraag 4. Het staat inmiddels 3-3 gelijk. Dus we gaan gauw kijken of die stand nog gaat wijzigen. Vraag 4. De grote verzetsman uit de oorlog was Wilhouwe. Na zijn arrestatie werd hij ter dood veroordeeld. Toch overleefde hij de doodvonnis. Hoe was dat? Was het A, de verkeerde persoon werd geëxecuteerd?
B. Wist te ontsnappen tijdens de dodenmars. Of C. Hij werd bevrijd door een Engelse soldaat. Weer twee keer hetzelfde. Jullie zeggen allebei B. Het goede antwoord was A. Er was een persoonswisseling en de verkeerde persoon werd geëxecuteerd. Gaan we door naar vraag 5. Als het goed is zien jullie een foto in beeld. En de vraag die daarbij hoort is... Hoe heet het project voor een nieuw te realiseren buitensporten accommodatie in Beringen? Is dat A, BSA voor buitensportaccommodatie Beringen? B, Beringen beweegt of C, Beringen buiten? Prima. Ja. Oeh, nu hebben we twee verschillende. Jullie zeggen Beringen beweegt en jullie zeggen Beringen buiten. Waarom Beringen beweegt? De andere twee antwoorden lijken me iets voor de hand liggend. Oké, dus voor de underdog eigenlijk gegaan. Ja, precies. En bij jullie? Is het een gokje weer of weten jullie het? Duik is al bekend. Een paar weken geleden stond nog in alle media. Want ze moest weer geld komen, dus... Ze hebben jullie over geschreven waarschijnlijk. Ja, het is goed. Beringen buiten. Eén puntje verschil, maar we zijn bij vraag 6. Kan er van alles gebeuren. Vraag 6. Hoe heet het natuurgebied in Kesseleik? Is dat A, de Weertbeemde, B, Groeze of C, Berkterveld? Nee, twee keer A is allebei goed. Ja. Ondertussen is Sjoerd aangeschoven bij team 2, de Tante Betjes. Ja, de Tante Betjes... Jullie zijn doorgegaan als beste tweede van alle voorronde spelers. Nou, jullie zijn natuurlijk een beetje de underdog in deze halve finale. Maar we zijn wel benieuwd, wie zijn jullie? En wat doen jullie zo in het dagelijks leven? Ik zal eerst de dames voorstellen. Helemaal links zit Ank Verlier, journaliste, freelance, diverse media. Daarnaast zit Judith van Weel, publiciste, ook voor diverse media. En de jongste van onze ploeg is Isabel Vaassen. Heeft al gewerkt voor diverse media. Is nu een opleiding journalistiek aan doen. En ik ben Matt Nelle. Ik ben eigenlijk gepensioneerd journalist. Maar ben ik steeds in de media actief. En voor diverse media, dat zijn lokale media of ook landelijke media? Lokale media. En, maar goed, daar is heel veel brood te verdienen. En dat is ook belangrijk. Ik kijk heel even naar de tussenstand. Kerke Buske heeft 4 punten op dit moment. En de Tante Betjes staan 1 puntje voor met 5. We gaan... Ja, dat mag wel. We gaan naar vraag 7. Hoe heet de theatergroep uit Maasbree waar Annetje Primoees de laatste jaren verschillende producties regisseerde? Is dat de Theaterwerkplaats A of B, Theatergroep Chameleon of C, de Habbekrats? Neem niks pakken nog. Die is het te loeren. Even na. Twee keer C. Jullie zeggen de Habbekrats en dat is natuurlijk goed. Ja, de theaterwerkplaats zit ook in Maasbree en theatergroep Chameleon is in Baarlo. We gaan naar vraag 8. Michel Hendricks wint in 2017 de gemeentelijke sporttrofee. Welke sport beoefent hij? Is dat A, motocross, B, wielrennen of C, paardensport? Rustig aan. Inderdaad, ja. Weet iedereen. Lijkt me dat dat ook in het nieuws is geweest. Weten jullie dat ook? Ja. Allebei C is natuurlijk goed, paardensport. Hij is springruiter. Het gemeenschapshuis in Helden, voordat het Kerke Buske werd gebouwd, was het patronaat. Als wat deed het patronaat vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1953 dienst? Was het A, een noodkerk,
B, gemeentehuis. Of C, een EHBO-post. Voor het kerkenbusje denk ik een inkoppertje. Ik hoop het. Ik hoop dat jullie hem goed hebben, inderdaad. Ja. Twee keer A, noodkerk, is helemaal goed. De tante Betje staan nog steeds met 1 punt voor, als ik me niet vergis. Ja, we gaan naar de laatste vraag, dus het kan nog gelijk worden. Dan verdienen jullie allebei een sleutel. Succes. Vraag 10. Hoe heet de marktmeester van Panningen en Helmond en is tevens de kermismeester in Panningen? Is dat een die weten we lach? Of... Ja, oké. Okay. Is dat A, Piet Ebies, B, Bart Ebies of C, Henk Ebies? Maar dat weten zij helemaal niet. Ja, dat weten we. Ja, natuurlijk A, Piet Ebies. Allebei een punt, maar de eerste sleutel, Sjoerd, waar gaat hij naartoe? Kerkenbusk heeft 8 punten behaald deze ronde. Maar de eerste sleutel gaat naar de Tante Betjes met 9 punten. Yeah. Ik ga een inschattingsvraag stellen. Jullie hebben het krijtbordje voor je liggen. En dan mogen jullie het antwoord opschrijven. Wie het dichtst erbij zit, verdient een sleutel. In de aflevering van vorige week stelden we de vraag welke kern van Pelmaas het grootst aan oppervlakte is. Dat was Helden. Hoeveel vierkante kilometer is de oppervlakte van Helden? John. Ja, wie zo? Wat zou dat zijn? Kern, hè? Kern Helden. Kilometer. Wie zo? 15. Ik weet het ook echt niet. Geen idee. Even. Nog niet laten zien. Nou, loopt nog niet. De bel was gegaan. Is dat 40.000 vierkante kilometer? Mm-hmm. Meter. En 280 vierkante kilometer. Vierkante meter, ja. Kilometer. Okay, dan moet ik nog gaan rekenen ook. Ja, daar hebben we extra voor gedaan. 40.000 vierkante meter, ja. Het goede antwoord is 69,22 vierkante kilometer. Dan, ja, dan als ik goed tel, ja. Ja. 40.000. Ja. Ik weet maar wat. Ik ben niet zo goed in rekenen. Geen idee. Ja, Sjoerd, dat was een snelle ronde. Dat betekent wel weer iets anders in de stand. Ja, dat zorgt ervoor dat Kerkenbusken toch weer die sleutel pakt op die snelle ronde. En het daardoor 1-1 staat in het aantal sleutels. We gaan door naar ronde 2. We spelen open vragen. Het zijn er 5 in totaal. Jullie mogen het antwoord opschrijven. En als de bel gaat, wil ik ze allebei zien. Ja? Vraag 1. Wat zijn de cijfers van de postcode in Kessel? Van Kessel. Oh, dat zou ik niet weten. 59. Nee. Nee, 59. Nee, ja. Zeg maar 58. Wil ik ze graag zien? Ja, we weten wel, zeg maar. 57 dingen. 58, 57. Nou, we moeten wel zien. Nee, dat klopt niet. Ik zou het niet weten. Geen idee. Ik, ja, het was een licht 5857 en 5995. Het goede antwoord is 5995. Oh. Dat is het. 5995. Ik zei 5995. CDA lijsttrekker Buma was niet de enige lijsttrekker die Peel en Maas bezocht. Op 23 mei 1981 kreeg de gemeente bezoek van een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe heet de leider hier op de foto? Daar wordt al druk geschreven, dus die weten het. Nou, ik zal er even een hoofdletter van maken. Het voelt u niet beledigd. Ja. Even wachten. Toch? Laat me zien. Van 8 en Dries van 8 is allebei hartstikke goed. Sjoerd, hoe gaat het bij team 1? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar eigenlijk, Paul. Hoe vind je het zelf gaan? Nou, ik vind het eigenlijk wel goed gaan, maar zij zijn ontzettend goed. Dus alle respect voor de tegenstanders, hoor. Ja, in de voorronde zijn jullie toch al over de tegenstanders heen gewalst met 6 sleutels. Ja, dit is wel wennen. Dit is wel wennen, ja.
Ja, zijn er nog vragen dat jullie denken van, daar gaan wij op uitblinken, dat zijn onze vragen? Ja, ik heb heel erg geoefend op de muziekvragen. Dus ik hoop dat er ook nog, net als de vorige keer, dat we veel succes kunnen boeken bij de muziekvragen. En natuurlijk de vragen over verschillende categorieën. Zijn er ook dingen dat jullie denken, daar zijn wij toch wel bang voor bij de tantebedjes? Ja, waar zijn we bang voor? Ja, de vorige keer hadden we straten... Straten en gebouwen. Ja, dat was de vorige keer dat was een moeilijke ronde. Dus daar zijn we misschien wat minder goed in. Ja. Dus de fotoronde. Ik ben benieuwd wat het vandaag voor jullie gaat brengen. Heel veel succes. We gaan eerst door naar vraag 3. Wat wordt er bedoeld met Rikske in het Heldes dialect? Dat weten we ook wel. Ja. Goed support. Ja. Volgens mij is het in ieder dialect weer net iets anders. Een vork en een vorkje, ja, dat tel ik allebei goed. Vraag 4. Welke heldenaar was de advocaat van Frankie P. van de bende van Venlo? Ah, dat weten ze. Mm. Advocaat. Nu zeggen. Ja, dat is goed. God. Ja. Zeg. Zeg wat. Kerkebuske weet het volgens mij. Ja? Voorzichtig, niet laten zien. De bedden gedaan. Ja, maar niet dat team het ziet. Doe maar weten het niet. Ja, die hebben het geleerd. Ik zie Peter Klaassen en een vraagteken. Het team van de journalisten weet het niet. Het is volgens mij onlangs ook nog in het nieuws geweest. Peter Klaassen is goed. Ja, Sjoerd, ga eens even kijken wat er misging. Verklaar u nader, Matnelle. Ja, ik was aan het twijfelen. Omdat ik weet dat veel door Marcel Heuvelmans gedaan, maar die komt niet het helden. Maar ik kwam niet op een naam van Peter Klaas, terwijl ik het wel moest weten, want ik heb dat proces goed vervolgd. Maar ja, dat is een blackoutje gehad. Ja, ook dat komt wel eens voor natuurlijk bij de quiz en zelfs bij de journalisten. Jullie zijn als gelukkige tweede doorgegaan. Daarna nog flink geoefend, Matt. Nou, eigenlijk niet zo per se. We hebben wel kleine dingetjes geoefend. Maar wij gaan uit van het Engelse principe. Als underdog, daar heb je dus als je in de beker voetbalt, heb je altijd de kans als amateurclubje of een lager club om te winnen van een Premier League club. En dan komt, die Engelsen hebben dat mooie woord van to rise to the occasion. En dat proberen wij vandaag ook. Ja, dan weet onze sportjournalist toch maar weer dan, hè. Succes. Ja, kijk, we gaan naar de laatste vraag voor deze ronde. Het staat inmiddels 3-3, weer een gelijke stand. Misschien kan deze vraag daar nog verandering in brengen. De vraag is, noem één van de beroepen van Jean Clerix, die afkomstig was uit Kessel. Hij leefde van 1830 tot 1894, dat zeg ik er even bij. Wat doen we? Doe maar burgemeester. Ik weet het niet. Ik zeg maar dat het misschien is wel slechter. Ja. Kan ook. Laat maar zien. Maar dat kan ook nog. Ik zie burgemeester en kunstenaar. Ik noem even op wat het allemaal was. Hij was advocaat, rechter, notaris, journalist, politicus en burgemeester van Maasbreek. Oh, yeah! Ja, 1 punt voor het Kerkebuske. Ik zei nog seksistisch schrijver. Geen slachtoffer. Ook de laatste. Ik ga nog heel even naar Sjoerd voor de tussenstand. Dat was weer een spannende ronde in de halve finale. En de tantebedjes hebben het heel goed gedaan, namelijk 3 punten verzameld. Maar Kerkebuske toch nog iets beter en krijgt de sleutel met 4 punten. Hey! Hey! Ja, dat betekent 2 sleutels voor Kerkebuske en 1 voor de tantebedjes. We gaan weer naar een bonusronde. Dat is weer heel snel een sleutel te verdienen, dus misschien is het nu andersom. Ja, iedere aflevering staat er een oud voorwerp centraal en daarmee is een hele sleutel te verdienen. Dus kijk goed naar het oude voorwerp op het beeldscherm. Mogen jullie opschrijven wat daar de functie van was of wat het is. En dan kunnen jullie daar een sleutel mee verdienen. Succes! Ja,
Is voor Tonk? Wij waren zo bang of zo. Ja, ik weet het niet. Doopvond. Nee, dat was niet zo. Hij was maar klein, zei ze. Ja. Wij waren bakje. Of er is nog eens. Nee. Zo, laat maar zien. Een wijwaterbakje en een make-up poederdoosje. Ik vind ze allebei heel inventief. Het is geen wijwaterbakje, helaas. Het is een scheerbakje. Ja. Ik zag er zo'n kwastje erin. Scheerbakje. Vandaar die make-up poeder. Ik ga nog heel even een short. Helaas, goed geprobeerd, maar geen sleutel erbij. Daardoor blijft de tussenstand op 1 sleutel voor de Tante Betjes en 2 voor Kerke Buske. Ik ga heel even naar de kijkers thuis, want vanaf de bank kun je ook hele toffe prijzen winnen. En ook vandaag weer, want we gaan naar de barcode met Jort. Veel ophef over de komst van deze woningen in het voorjaar van 2016. Toch zijn ze er gekomen. Wat is de officiële naam van deze woningen? Ja, weet jij nou het goede antwoord op de vraag die Jort zojuist gesteld heeft? Ga dan gauw naar de Facebookpagina van Omroep PNM en vul hem in. Succes! Ja, we zijn bij ronde 3 aanbeland. Dat is de fotoronde. Die is iets anders dan in de voorronde. Toen hadden jullie categorieën, daar kon je uit kiezen. Nu hebben we maar 1 categorie. We gaan foto's laten zien en jullie mogen op de knop slaan als jullie denken te weten welk gemeenschapshuis dat we zoeken. Het antwoord wil ik wel meteen horen. Is het antwoord fout, dan mag de tegenstander een gokje wagen. Kijk, dus gaan we naar foto 1. Nou, druk in. Wiekslaag. Tante Betjes. Wiekslaag. Dat is niet goed. De Binger? Nee. Meijl. Nee, nog niet. Zij mogen nog. De Binger? Meijl? Nee, dat is ook niet goed. Nee? Het was de Poort en Kessel. Oh. Ik ga maar naar. Ik ben er nooit binnen. Het lijkt er aan. Gaan we naar foto 2? Ja. Ik wou zeggen. Nou, zeg maar. Kerkenbusken. Dat is het Kerkenbusken. Ja. Ik vond dat wel iets te lang duren eigenlijk, hoor. Ja. Nee, maar ik wilde dat John het zei. Oké. Anders had ik het meteen gezegd. We gaan naar foto 3. Maasbree. En hoe heet ze dat? Emmava? Dropsoes. Wie heet dat? Melk. Hele mooie naam. Wie heet dat? Hoes van Bree. Hoes van Bree is wel. Ja. We gaan naar foto 4. De Sprunk. De Sprunk is goed. Foto 5. Kesseleik. Dat heet gewoon gemeenschapshuis. Gemeenschapshuis heet dat. Ja, klopt. Het is gewoon gemeenschapshuis Kesseleik. Dat is ook goed. We hebben de helft van de foto's gehad. Ik kijk heel even naar de stand. 1 punt voor Kerkenbuske en 3 voor de Tante Betjes. Gaan we winnen. We gaan naar foto 6. Tante Betjes. Wiekslaag. Is goed. Jullie moeten iets sneller zijn. Volgens mij weten jullie het wel steeds. We weten het wel. Foto 7. De ankerplaats. Ja. Ga meteen door naar foto 8. Erf en echo. Ja. Ook goed. Het hoeft meer. En volgens mij is de sleutel al vergeven, maar we gaan gewoon voor de punten spelen. Volgens mij doet de knoep. Wil je nog 1 keer testen? Ik ben heel snel, Paul. Ik ben heel snel. Gaan we naar foto 9. Oh, ja. We zijn te laat iedere keer. Nu een antwoord. De Binger, mij al. Nee, de Engelwader. Dat is niet. Ook niet. Nou, die mocht Alexander, een idee. Alexander,
Nee, Alexander Hof. Nee, het is de engelbewaarder in Balo. Ja, Balo. Ik hoorde het tussendoor wel, maar ik moet het eerste antwoord tellen. We gaan naar de laatste foto. Panningen. Ja, dat is het nieuwe gemeenschapshuis van Panningen, maar dat is het nog niet. Dus het is nu nog. Ja, en toch dan is het heel knap dat je hem goed hebt. Ja. Ja, Sjoerd. Ja, deze. Na deze ronde hebben de Tante Betjes toch ruim gewonnen. Want Kerkje Buske had 2 punten gehaald. Maar de Tante Betjes 6. En de sleutel gaat dus aan jullie. Dat zorgt ervoor dat de Tante Betjes de stand weer gelijk trekken. Want er staan nu 2 sleutels voor de Tante Betjes en 2 voor Kerkje Buske. Zeg, wederom een spannende halve finale. We gaan weer een bonusronde spelen. Dat is er eentje waar jullie op hebben gewacht, Kerkje Buske. En we laten zo meteen een fragmentje horen en dan wil ik graag de titel en de artiest. Jullie mogen weer de drukknoppen gebruiken. Als ze gedrukt wordt, wil ik meteen het antwoord horen. Nog kort op mij. Houden of nee? Ja, moet houden. Moet houden. Ja, het is Blackbird volgens mij, maar met welk nummer weet ik niet precies. Een gokje doen. We are young of zoiets. Nee. Mooi gezongen, maar geen punten helaas. Ja. Willen jullie nog een gokje doen? Ja, we are one. Ja, we are one. Nee, het, Blackbird is goed. Merel Koman is de zangeres van Blackbird. Maar de titel is Wicked Song. Oh, we gaan er even naar luisteren. Ja, ja. Och, Wicked Song. Wicked Song. Oh. Oh. All our last we need a Wicked Song. On a Wicked Song. Ja, dat was de laatste bonusronde, maar er is geen sleutel verdiend. Dus de stand is nog steeds 2-2 nu we de finale ingaan. En in de finale spelen we 10 vragen, open vragen, met de drukknoppen. Dus hetzelfde geldt. Ik wil meteen een antwoord horen als je op de knop slaat. En is die fout, dan mag de tegenstander het proberen. En nu is er per 3 punten een sleutel te verdienen. We gaan naar de eerste vraag. Wat werd de naam van Café de Zwaan in Meijel nadat onder... De burgemeester. Nee, Heren van Meijel. De heren, oh, de Heren van Meijel. Oh, niet voorzeggen, want nou mogen zij een gokje doen. De Heren van Meijel dus. Ja? Nee. De Heren van Meijel. Dat is goed. Yes. Ja, dat is goed. Dat is inderdaad niet het andere antwoord geven. Mm. We gaan naar vraag 2. No. Het programma De Onbekende Gast stopt na 1000 uitzendingen bij Omroep PNM. Wie presenteerde het programma? Ja. Ja. Leo Peters. Leo Peters is goed. Yes. Ja. Ga naar vraag 3. Welke raadslid stapte dit jaar uit de fractie Lokaal Pillemaas? Tante Betjes. Dat is Jeanne Hees en ze gaat naar de VVD. Terecht keuze. Oké. Jeanne Hees is goed. Ga naar vraag 4. Welke school nam dit jaar afscheid van het schoolgebouw om een intrek te nemen bij basisschool De Pas in Helden? De Fontein. De Fontein, is goed. Dat hadden jullie ook geweten? Ja. Ik dacht het op de balen. Ja, de eerste sleutel is alweer verdiend bij de Tante Betjes. 3 punten. Heel goed. Er zijn nog 6 vragen, dus je kunt nog 2 sleutels verdienen. Het kan ook nog een gelijke stand worden. Dan gaan we een extra vraag spelen. Oké. Ben benieuwd. Vraag 5. Het Tridium Groothelden verandert de naam naar Tridium Peel en Maas. Wat betekent Tridium? Tridium. Dat weet ik niet. Het was eerst een zieke Tridium. Die is lastiger. Nee, ouderzorg niet. Iets daarmee. Neem een gokje. Nee, ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het echt nu weten. Wil je nog proberen? Niemand?
Ja, ziekentrillium, het was vroeger voor zieken. Ja, iets met zorg of ziekenhuis. Bijeenkomst voor mensen die ziek zijn en dan 3 dagen in bezinning. Ja. Als je lang genoeg doorgaat. Helaas, het goede antwoord is 3 godsvruchtige dagen. Oh, oh mijn god. Ja, dat was het. Ja, hallo. Ja, je moet er weg. Okay. We gaan naar vraag 6. De raadsvergaderingen van de gemeente kennen een specifieke volgorde. Na de aankondigingen in de media is er een beeldvormende vergadering. Daarna volgt een opinierende vergadering. Wat is de laatste vergadering? De besluitvormende vergadering. Besluitvormende is hartstikke goed. Ja. Ik kijk heel even tussendoor naar de stand. 4 punten tegen 1. We gaan naar vraag 7. Wat is er zo bijzonder aan de naam van de carnavalsprinsen in Kessel-Eik? Eikhaters. Ja, de carnavalsprinsen. Ja, maar ze hebben niet een normale prinsenmantel. Geen idee. We hebben hier de normale prinsenmantels. Ik krijg hem. Ik krijg hem bijna. Dat ze altijd vorst ervoor hebben staan? Nee. Ik gok maar wat. Wat is het dan? Ja, ik denk dat die geen prinsenmantel. Geen prinsenmantel. Nee. Kan ik niet goed tellen. Er is 3 keer achter elkaar een Rob. Prins geweest. Oh. Een rot. Natuurlijk. Ik ga naar vraag 8. Een sportvraag. Dat kunnen jullie ook allebei wel weten. Welke uit Peel en Maas afkomstige voetballer speelde onlangs zijn eerste wedstrijd bij VVV? Jens Jansen. Ja, dat is goed. We hebben nog 2 vragen. Jullie zijn nog 1 punt verwijderd van een sleutel. En dan, als jullie die winnen, is het weer gelijk in sleutels. We gaan naar vraag 9. Die gaat ook over VVV. VVV Venlo promoveert dit jaar naar de Eredivisie. Ook in Peel en Maas zijn er veel fans. Er is zelfs een groep die een groot spandoek heeft hangen in het stadion. Hoe noemt deze groep zich? Van de ziekelingen. Doortje? De Belgische VVV-fans? Nee. Pelemaat. Homer. Volgens mij Balders. Ja, de echt site van de Pelemaat. Nee. Volgens mij Balders VVV-fans. Nee. Ik wil nu horen als jullie nog een gokje willen doen. Nee, ik denk echt de Balderse VVV-fans. Dat heb je goed gedacht. Ja. Jullie hebben het derde punt gescoord, dus jullie hebben ook weer een sleutel. Dat maakt de score in sleutels 3-3. We hebben nog maar 1 vraag in deze ronde. Dat betekent dat er in deze ronde geen extra sleutel meer verdiend kan worden. Zullen we hem wel even spelen en daarna de extra vraag doen? Ja. Oké. We gaan voor de leuk nog even naar vraag 10. Palladio Helden ging dit jaar failliet. Hoe werd de uitgaansgelegenheid in de volksmond genoemd? Kupke. Ja, dat is goed. Was dat de extra vraag? Maar goed. Ja, nou is het toch nog ietsje spannender gebleken dan vorige week. Vorige week was het bij de allerlaatste vraag in de laatste ronde toch duidelijk wie er doorging. Nu gaan we een extra vraag spelen. Dat is een inschattingsvraag. Dus jullie hebben weer... weer het bordje nodig, inderdaad. Ik ga een vraag stellen. Jullie mogen opschrijven wat jullie denken dat het antwoord is. Wie het dichtst erbij zit, wint de halve finale meteen. Ja? Zijn we er klaar voor? Ja. In welk jaar had Egopop hun eerste editie? Egopop. Ja, welk het eerste editie? Even wachten. Ik wil graag jullie antwoord zien. 2009 en 2007. Het goede antwoord is 2004. Jullie hebben het.
Ja, het had een extra vraag nodig om te beslissen wie hier de winnaar ging zijn. Jullie hebben heel goed gespeeld. Ik wil eerst een applaus voor Kerke Buske. Het was niet makkelijk, maar als tweede of de beste tweede van de voorrondes vind ik het toch erg knap dat jullie nu in de finale staan. Gefeliciteerd, Tante Betjes. Dank je wel. Ja, dat was de tweede halve finale van Code 1894. Volgende week zijn we weer terug. Dan spelen we de finale met de Tante Betjes tegen Kapel Schries. Tot volgende week. Code 1894 werd mede mogelijk gemaakt door